Een misverstand is ook dat geweld altijd een emotionele uitbarsting is. En dat is toch niet waar. Die term groepsgeweld is om aan te duiden dat die situatie van 1-1, dat komt eigenlijk niet zo vaak voor. En het maakt nogal uit wat die mensen die daar ook bij aanwezig zijn, wat die doen. Dus die kunnen zich een onverschillige houding tentoonspreiden, maar veel vaker vinden ze er iets van. Dus of ze kiezen partij, of ze proberen het op te lossen. En dat is nog te weinig eigenlijk wordt dat erkend in het onderzoek naar geweld. Wat doen omstanders? En dat is wel in de psychologie is een heel bekend fenomeen van het omstandereffect. Maar het blijkt eigenlijk dat mensen veel vaker ingrijpen in gewelddadige confrontaties dan vooralsnog werd aangenomen. Er is een lange traditie van denken over het gevaar van de groep. En dat begon in Frankrijk, waar je in Parijs heel veel onrust had over een meute die geweld gaat gebruiken. En dat is natuurlijk gezien de achtergrond van Parijs met revoluties, bloedige revoluties, is het begrijpelijk. Maar er ontstond het idee dat zodra mensen zich in een grotere groep begeven, dan hoeven er maar enkele negatieve elementen, zoals dat dan werd genoemd, te zijn die in staat zijn om mensen boos te maken en agressief. Het idee was dat als zodra mensen zich in een groep begeven, dan verliezen ze hun individuele barrières om geweld te gebruiken. Dat idee dat bestaat nog steeds. En het zijn ook ideeën waar ook in politietraining wel mee wordt gewerkt. Maar eigenlijk klopt dat niet. Grote groepen hebben ook een zelfregulerend vermogen. Het is wel zo dat in een proces waarbij twee groepen zich steeds verder in negatieve zin tot elkaar verhouden, zo ver en zodanig dat bijvoorbeeld de ene groep wordt gezien als een bedreiging van het bestaan van de andere groep, dus het extreme vorm van polarisatie, dan is het wel degelijk zo dat het heel moeilijk wordt om te ontsnappen als individu aan die groepsprocessen. Dan is het op een gegeven moment ook zo, dan moet je kiezen. Het is zij of wij. En je ziet ook bij extreme polariseringsprocessen dat de grootste vijand is in eerste instantie dan de verraders. Namelijk mensen uit onze eigen groepen die zich niet uitspreken tegen de vijand. Dat is een extreme vorm van polarisering. En in situaties van polarisering zal je wel zien dat groepen een behoorlijke druk kunnen leggen op mensen. Niet per se om geweld te gebruiken, maar wel om zich niet meer uit te spreken. En dat is ook nog zo. In groepsgeweld, ook als het gaat om grotere groepen, zijn het vaak kleinere proporties mensen die daadwerkelijk mannen, meestal, die geweld gebruiken. Het meeste geweld wordt gebruikt door een relatief kleine groep mensen. Dus wat we weten uit al het geweldsonderzoek is dat geweld wordt gepleegd door mensen die al een zekere vertrouwdheid hebben met geweld. De situatie is natuurlijk weer anders voor mensen die in oorlogen terechtkomen, die dus gedwongen worden om geweld te gebruiken. Die vertrouwdheid maakt het makkelijker voor mensen om de stap te zetten om geweld te gebruiken. En ik denk ook om te deescaleren. Ik denk dat die mensen die deescaleren, die hebben die vertrouwdheid van lichamelijke nabijheid. Die weten hoe het voelt om een klap te krijgen, om een klap te geven. En die zijn daardoor ook ervaren waarschijnlijk minder een barrière om mensen vast te pakken. Om ze, want dat is ook iets, om fysiek geweld te stoppen, moet je ook fysiek zijn.